Hallo, ze brengt je zit bij Rick van Serpent Gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mario Galaxy met Steven. Hallo, ze brengt je zit bij Steven van de Game Dutchman. Ik promote hier trouwens keihard het Serpent Gameplay YOLO Waterpolo shirt. Je ziet echt 1% van mijn kleding is rood momenteel. Dat zie je dat ik een rood shirt aan eronder heb. Fuck, 1000 starbits, maar ik heb maar 900, verdomme. We hebben al een tijdje geen Mario Galaxy meer opgenomen. Tot grote onvreugde van vele kijkers, denk ik toch wel. Dat spijt me. Het ligt zowel aan Steven als aan mij. We zijn allebei gewoon heel druk met onze hoeren onderhouden. En ons YouTube geld uitgeven aan nutteloze dingen. Ja, zoals... als ik bij mij iets sneller klaar, dan ben ik natuurlijk. Wat? Huh? Bij mij is het YouTube geld uitgeven iets sneller klaar. Ja, ik bedoel, omdat je heel veel geld uitgeeft en een roekeloos uitgavenpatroon hebt. Nee, omdat ik veel minder heb om uit te geven van YouTube. Oh, dat is gewoon zielig eigenlijk. Je hoort trouwens een echo vanaf jou. Jij zit de hele tijd bij constant de grond in te trappen dat ik minder verdien. Maak ik die grap? Yo, ik ben een beetje zielig natuurlijk. Je bent een hartstikke zielig, Stefan, jongen. Ik ging net Steven bellen. Hey Steven, ik heb gisteren mijn YouTube money gehad, meteen een 2DS gekocht en een baby geadopteerd. Dat zei ik. En onze Afrikaanse baby dat die we oh ja, bij de 500 likes. Dat hadden we ook echt daadwerkelijk 500 likes. Voor mij is dat een van de enige Mario Galaxy video's met meer dan 500 likes. Ja, we hebben natuurlijk de baby geadopteerd. Ja, hoe heet die ook alweer? Afrikaantje. Afrikaantje. Ja, dat is wel een mooie naam, ja. Wie had dat ook weer verzonnen van ons? Nee, ik natuurlijk. Oké, nou, het leuke is, we hebben een vragenlijst voor deze aflevering. We konden weer naar een seksforum, maar hebben we niet gedaan. We hebben een vragenlijst deze keer. Ja, en omdat, Stefan, Rick en ik al zo lang in een relatie zitten. Hebben wij nu, we kennen elkaar nog steeds niet, nou echt een relatie die al meer dan een jaar duurt. Dus hebben we nu een vragenlijst met vragen om elkaar beter te leren kennen voor mensen met een relatie, die daten. En, het probleem is, het zijn 50 vragen. Meestal gaan onze video's zo langzaam in qua tijd dat waarschijnlijk pas bij vraag 5 de video af is. Maar we gaan proberen ze alle 50 door te gaan op een hoog tempo. Dus Stefan, begin maar. Oké, ik ga even de website bijzoeken en Minecraft afsluiten. Dat doe dat maar. Hij is weer een stiekem spelletje aan het spelen, mensen. Ik heb al één stukje gevonden, dat gaat dus altijd aan het spelen. Vraag 1. Wat is het vaakst afgespeelde nummer op je iPod? Dat kun je gewoon zien op mijn iPod. Voor mij is dat echt een nummer wat ik nooit luister. Gewoon omdat de pure randomheid. Ik skip 90% van de nummers op mijn iPod. En wat ik vaak luister op mijn iPod. Echt een nummer dat ik heel vaak. Ik luister altijd gewoon. Ik heb een afspeellijst. Ik zou er omheen draaien, man. Ik heb een afspeellijst met Death Note muziek. Als ik ga slapen, dat slaapt echt heerlijk. Dus ik denk een van die nummers van Death Note. Echt prachtige nummers zijn dat. Vraag 2. Van welk geluid hou je? Welk geluid? Geur ben ik veel beter in. Heb je die ook? Welke geur hou je? Het geluid van seks. Het geluid van mijn piemel die een vrouwenvagina betreedt. Zijn ook mannenvagina's? Ja, ik dacht ik zeg het voor de zekerheid maar eventjes, anders ga je weer zeggen, oh, mannenvagina. Haha. Nee, dat is niet aan gedacht. Nou, ik had er vooruit gedacht hoor. Oké, volgende vraag. Nummer 3, Rick. Oeh. Wat is één van je meest favoriete quotes? Mijn favoriete quotes? Heroïne is one hell of a drug. Dat is wel echt een quote, ik weet niet wie dat zijn, maar dat zijn er van de persoon. En Keith Bakker zei ooit iets van, ja, heroïne, hij had wel toegegeven dat heroïne best lekker was. Dus ja, ik weet niet. Vandaag ben ik echt in de stemming voor heroïne, dus. Oké, dat kan. Volgende vraag. Wat was je favoriete eten toen je klein was? Macaroni uit potjes. Macaroni uit potjes. Ja, van dat kindervoeding. Heet dat ook weer Olfariet? Ik heb nu echt het gevoel dat ik je echt goed leer kennen nu, Rick. Echt tof. Ja, cool. Cool, hè. Cool. Ik ga eventjes daarin, want ik heb echt eventjes dat, Wat is je minst favoriete vervoersmiddel? Bus, denk ik. Ik hou van in de bus zitten, maar de openbaar vervoerbussen niet. Zo'n bus als van, hé, we gaan met z'n allen naar Spanje bus, dat vind ik wel leuk. Alleen als ik iedere keer moet overstappen en zo, en ik heb het gewoon echt niet in bussen. Ja, wat ik van vreselijk vind aan bus, als hij net iets te vol is... Ja. Altijd de lelijke... Dikke mensen komen altijd naast mij zitten. Nou, oh, maar misschien ben je ook wel dik en leeg. Misschien denken ze daar mee, een maatje. Het kan toch niet zijn dat bij kans dat iedere keer... Dat zijn socially awkward mensen, zeg maar. Ja, precies. Dat heb ik ook altijd wel. Vandaag was er een vrouw in de trein en die zei tegen mij... Ik was heel fanatiek hardop Pokémon aan het spelen. Zegt ze, oh, kan dat wat stiller? Ik zei, nou mevrouw, het is geen stilte coupé! Toen ging ik gewoon lekker door. Ah, ah, ah. Ja, serieus, er zitten niet voor niets stiltecoupés in de trein. Als je stilte wil, gaan we naar de stiltecoupé, hoor. Ik maak de regels ook niet.
Ik heb pas twee van die dingetjes gevonden. Ik had eigenlijk al verwacht dat ik er nu meer zou hebben ondertussen. Maar gaan we door naar de volgende vraag. En toen pakte je mes een stakje erin in de oog, hè? Nog niet, maar dat zeker gaat er nog gebeuren in de toekomst als het zo doorescaleert. Oké. Welke vorm van lichaamsbeweging is je favoriet? Nou ja, oh, dat dacht ik al, ja. Je hoeft je altijd op te geven, die is duidelijk. Welk klusje vind je echt vreselijk om te doen? Klusje, ik vrees afwassen. Dat is eigenlijk het enige klusje wat ik hoef te doen in huis en dat vind ik vreselijk. Wat is je favoriete indoor slash outdoor activiteit? Gamen. Oké, wat is je favoriete lichaamsdeel? Zou ook over, je weet ook allemaal. Gaat wel zo. Wat is je beste moment van de dag slash dag in de week slash maand in het jaar? Mijn beste moment van de dag is sowieso het moment dat ik zeg maar, wakker word en mijn kranten doe en daarna nog een paar uur kan slapen. Dat is zo heerlijk om naar mijn bed in te kruipen. Beste moment van de week is, wanneer is dat eigenlijk? Stel even film eens aan, beste moment van de week. Weekend of zo? Ja, weekend. Gewoon lekker stappen, get wasted. En het beste moment van de maand is wanneer ik heel veel YouTube geld krijg en me weer even de baasje voel. En dan koop je zo'n goedkope 2DS en dan... Ja. Stefan lachte me uit, hij vond dat ik mijn valuta wel meer dan een 2DS moest kopen. Ja, ik heb een 3DS XL laatst gekocht en die is zoveel mooier en... Ja, maar ik vind het 3D-effect helemaal niet handig, ik vind het helemaal niet fijn. Nee, maar de grootste... Ik heb een 3D ook nooit aanstaan. Nee, ja. Maar, ja, maar dat is best wel kut om... Ja, jij wil hem gewoon voor de grootte. Ja, ik moet even kijken, ik moet nog één zo'n kut dingetje en dan hebben we de missie gehaald. Oh, dit, kijk, hier is nog zo'n pik. Die gaat weer zeggen van, oeh, ik voel het blauwe dingetje. Oh, hier ben ik al geweest. Kut. Nee, maar je moet daar naar boven. Waar? Met die slinger heb ik al gehaald. Oh. Zitten er daar niet twee? Nee, volgens mij niet. Gaan we door naar de volgende vraag dan. Oh ja, maar wat nog over de 3DS? Dat maakt niet uit, laat me weer zetten. Oké. Okay. Wat is je favoriete maand van het jaar? Favoriete maand? Ik denk december toch wel, vanwege de vakantie en sneeuw. Ja, ik ben heel erg dol op sneeuw. Sneeuw leuk. Nou, echt tof. Oké, leuk. Ja. Oké, wat als vragen? Leuk. Wat als je een plaatje of schildering kon tekenen van een willekeurige omgeving waar je ooit geweest bent? Wat zou je dan tekenen? Ja, wat is nou een interessante plek waar ik geweest ben? Dat is een goede vraag. Anouk's lichaam. Wat? Anouk's lichaam. Anouk's lichaam, ja. Ik zou die tekening overduidelijk bekijken. Dat dacht ik al, ja. En dan moet je weer de gevangenis in. Je microfoon knapt heel erg alsof je ermee een kindje aan het burger bent. Ja, hadden we even verplaatst. Zo beter? Ja. Even kijken, is dit goed? Ik krijg dood hier, of niet? Wat als je getuige zou kunnen zijn van elke gebeurtenis in het verleden, heden of toekomst? Welke zou het dan zijn? Dat is een leuke vraag, Stefan. Waar de fuck is dat laatste cupmuntje? Ik vind dat niet leuk meer. Oh god, ik wil niet de hele video hiermee bezig zijn, Stefan. Ik denk nog steeds dat je met die ene schommel omhoog moet. Dat heb ik al gedaan! Oh, hier is nog een cup bezig. Heb ik hier al een muntje gevonden voor mij niet? Oh, wacht, deze plant heeft hem misschien. Nee. Oh, kijk, hier is een springkussen. Dit gaat goed. Oh, ik heb hem gevonden. Nice. Oei. Oké, wat was de vraag weer? Welk moment zou je zijn als je... Oh ja, ik mocht een historisch moment kiezen. Wat vind je echt niet heel vet? Nee, verleden, heden of toekomst. Maakt niet uit. Toekomst. Ik zou naar mijn eigen begrafenis willen. Oh, echt? Ik ben wel benieuwd of er veel mensen opkomen dagen zijn, maar dat of ik veel goede vrienden, of tenminste mensen heb die... En ik vraag me af of ik dan nog... Ik zou wel de krantenkoppen willen zien. Misschien heb ik dan wel gemaakt. Of misschien is er helemaal niemand meer die nog weet wie Rick Broers is. Die ene waar ik vroeger YouTube filmpjes van keek. Daar ben ik wel naar benieuwd eigenlijk. Oké. Interessant. Ja. Volgende vraag. Wat als je wist dat de aarde zou vergaan volgend jaar? Wat zou je dan anders doen? Ik denk niet echt veel. Behalve dat ik met school stop. Ik ga echt niet school of een studie doen als ik niet eens... Als ik toch dood ga binnen een jaar. Ja. Dat is logisch, toch? Dus dat zou ik sowieso niet doen. En moet ik nou gewoon het kutkonijn pakken? Is dat alles? Ja. Gewoon erop aflopen en pakken. Ja, misschien moet je hem hier en daar de pas proberen af te snijden, maar... je weet niet hoe dat... Of met die groene bal kan je hem volgens mij ook raken. Maar er zijn ook nog een vraagtekentje hier. Wat de fuck is dit nou voor tering zo, hè? Oh, wat, ik zie al iets. Kijk, als je dit blok erin, dan gaan waarschijnlijk die koortjes omhoog. Hé, kutkonijn. Kijk. Gaat dit helpen? Hoe gaat dit mij helpen dat konijn te pakken? En nou kun je misschien wel een beetje de pas afsnijden, dat is waar. Maar ik zei net, je kan dat, die groene bal kan je het voor ook tegen me aangooien. Nou, dat denk ik niet. Ja, ik denk het wel. Nice. Welke vraag waren we ook weer? Ik weet het niet meer. Het is een wat alsje waarschijnlijk.
Oké, we zoeken de volgende vraag wel op. Wat als je maar aan één project zou mogen werken voor het komende jaar? Wat zou je dan doen? Eén project voor het komende jaar? Dan denk ik mijn YouTube-kanaal. Oké, wat ik momenteel het leukste vind dat ik doe. Wat als je voornaam zou veranderen? Waarna zou je het DNA veranderen? Het moet zijn Dan, maar spel van natuurlijk. Bruce. Bruce? Probeer mijn naam eens uit te spreken. Bruce? Met achternaam. Bruce. Want het wordt of Bruce, of het wordt Bruce. Je kan het niet lekker uitspreken. Daar heb ik echt over nagedacht ooit. Ik zit er serieus over na te denken om mijn kind ook Bruce te noemen. Alleen ik denk niet dat mijn dragende persoon die het kind moet dragen daar zin in heeft, zeg maar. Draagvrouw. Draag, slachtoffer. Ik weet niet of die zin heeft in een Bruce. Wat als je de loterij zou winnen, wat zou je als eerst doen? Stop met mijn opleiding. Ligt eraan hoeveel natuurlijk, maar stel dat je echt in de miljoenen valt, ik zou stoppen met mijn opleiding. Lekker, ik denk een huis kopen in Amerika. En daar, ik zou wel verder gaan met YouTube, want anders heb ik niks te doen de hele dag. Ik zou rijk zijn en dan iedere dag een vlog maken naar money. Dan ga ik in een badkuip met geld zitten en een beetje yo, mijn leven in Amerika is goed. Ja. Nou, ik zou gewoon, zeg maar, allemaal briefjes van 50 opnemen. Naar jou toe rijden, ze in je gezicht gooien. En ik zou, ha, wie heeft er nou meer geld? En dan zou ik je snel neerzetten en allemaal mijn geld weer oppakken en weer terugnemen. Oh ja, je pakt het wel weer op, oké. Ja. Zeg maar, jij gunt mij ook niks, waarom zou ik jou wat gunnen? Nee, ik dacht, je neemt zijn houding aan, weet je, ik kan een paar briefjes van 50 wel missen. Dus ik had zoiets van, oké, wat chill, een paar briefjes van 50 erbij. Weet je wel, maar nee, is dat dan weer niet? Zo ben ik niet. Oké, cool. Ik ben wel benieuwd naar dit level. Ik kan me dit echt niet herinneren. Dat nu toe herken ik bijna ieder level wel, omdat ik hem ooit heb gespeeld in Mario Galaxy. Maar deze is echt een nieuwe koek. Bruce just went live on Twitch? What? Oh, kutje. Oh nee, mijn vagina loopt vol met zand. Oh, verdomme. Heb je nog een vraag voor me? Ja. We gaan het echt nooit redden. We zijn al 12 minuten bezig en we zijn pas bij vraag 10 of zo. Ik zag dit aankomen. We zijn bij vraag 16, wat geeft niet. Oké, cool. Wat als je het antwoord op elke vraag zou weten? Welke zou het dan zijn naast wat is de zin van het leven? Alsof slaan we over een kutvraag. Oh, wat als je een feestje zou geven, wat voor een dan ook? Wat voor feestje zou het dan zijn? En ter gelegenheid waarvan? House party. Leuk. We gaan nu naar de Wat moet je doen hier? Oh, je moet naar die paal toe zeker, ja. We gaan nu naar persoonlijke vragen. Okay, persoonlijk, dit wordt wel eens spannend. Welke liedjes zitten er in de soundtrack van jouw leven? Je moet hier een spook zijn, natuurlijk. De soundtrack van mijn leven. Ik denk wel iets lekker. Ik denk Heart Attack van Sum 41. Heerlijk nummer. En het beschrijft mijn leven goed. Het gaat over... Als je een hartaanval krijgt. Nee, het gaat niet over hartaanvallen. Het gaat over hoe kut het is om 's morgens in de ochtend wakker te worden. Als er niks nieuws te doen is in je leven. En oh god, ik ga alsnog dood. Serieus, ik dacht, kut! Maar kut. Het nummer gaat over in de vakantie eigenlijk dat je de hele dag niks doet en je wordt wakker om 3 uur 's middags. Ja, dat voel ik mezelf wel in mengen eigenlijk, Stefan. Oké. Even volgende vraag. Hoe zou je de autobiografie van jouw leven noemen? Ik had al een keer over nagedacht mijn autobiografie te schrijven over dat ik een hele fles aan Viagra-pillen inslik. En dan noem ik hem de harde waarheid. Want ik denk dat nog nooit iemand zoveel Viagra heeft genomen en ik wil weten wat dat met een menselijk lichaam doet. Dit is niet echt een autobiografie, het is meer een experimenteel onderzoek, maar toch. Wat zou ik doen? Leven met je eigen awesomeheid. is een moeilijk bestaan. Als je een half uur vrije tijd hebt, hoe besteed je die vrije tijd dan? Ja, meestal. Is het echt per dag? Of heb ik gewoon opeens zo nu, oké, half uur vrije tijd? Dus gewoon per dag, denk ik. Het grootste deel van mijn dag ben ik namelijk kansloze YouTube-filmpjes aan het kijken van andere YouTubers. Ik kijk heel veel andere YouTube-dingen. Maar ook echt dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil kijken. Ik heb gisteren een documentaire gekeken, 2 uur lang, over meisjes die... Gewoon normale tienermeisjes die opeens andere meisjes vermoorden om een vriendje. Oh, dat is leuk. Ja, leuk, interessant. Herkenbaar ook. Zie je ook. Wat is een vertering, zo? Ik moet hier opeens weer een bijtje voor zijn. Anders ga ik dood. Huh. Oh, die kan ook gewoon hier omhoog zeker, ja. Hey, kijk, Stefan, dit schiet lekker op. Oh, ik wil net zeggen, dat kan waarschijnlijk weer niet, hè. Oh god, wat moet ik doen? Stefan, wat moet ik doen?
the fuck is this shit? Oké. Okay. Ik heb een ster. En dan? Zullen we de volgende... Oh, je moet gewoon naar het midden proberen te gaan. Hoe? Je kan natuurlijk nooit springen, toch? Oh, ik ren heel snel, joh. Is die ding kapot of zo? Ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Oh, wat, gaat dit nog naar binnen toe of zo? Spiraliseert dit? Ja, hè? Ik heb geen idee. Oh, joh, het is gewoon een spiraal. Nee, ik dacht, waarom heb ik die ster dan eigenlijk nodig? Gewoon wat makkelijker te maken, zeker. Oh, cool, dichter. Dan heb ik nog eentje. Oké, okay, nog een vraagje? Ja, joh, dat is gek. Wat wil je worden als je groot bent? Nou, ja, in principe, het liefst... Oh, doei. Dat is ook best wel kutstuk, dit, hè? Het liefst zou ik YouTuber zijn, zeg maar, voor life. Alleen dat gaat me toch niet lukken. Skeertijden. Dus ja, jongens, als jullie nou allemaal gewoon even het aantal video's van mij dat je per dag kijkt. Keer 3 doet, of 5, liefst. En iedereen doet dat, dan heb je mijn droom waargemaakt. Hoef ik nooit meer te doen. Maar waarschijnlijk ga ik scheikunde studeren en dan moet ik scheikundige. En weet je wat er dan op mijn paspoort komt te staan, Stefan? Scheikundige? Nee, ik word Rick Broers Master of Science. Dat klinkt toch awesome, alsof ik gewoon echt... gewoon Peter motherfucking Higgs ben of Albert motherfucking Einstein. Master of Science. En waarom komt dat op je paspoort te staan? Ja, omdat ik dat ben. Net zoals een dokter Anders bijvoorbeeld, die Nederlander. Maar het staat toch ook niet op mijn paspoort van gehandicaptenverzorger? Nee, maar dat is een universitaire opleiding. Oh, krijg je dat? Kan ik hier gewoon op springen? Heeft het gewoon... Kan dat? Ja, cool. We hebben het gehaald. Voor mij is ook universitair, denk ik. Universitair gehandicapten begeleiden. Precies. Maar ja, ik zeg het eigenlijk altijd als mensen vragen hoe worden. Ik zei, het liefst zou ik gewoon lekker de hele dag in mijn bed liggen. Maar dat is het YouTube leven, weet je. Als je tiener bent in de vakantie, ik lig in mijn bed. Kruip er om 3 uur uit, zeg kut, dan moest om 2 uur een video online. Speel een beetje met mijn ballen, maak een paar video's. En dan, ja, dan schraap ik wat inkomsten uit, advertenties bij elkaar en dan leef ik daarvan. Nou ja, dat waarschijnlijk, ik heb het vandaag weer op bedacht. Als voor scheikunde. Ik kan waarschijnlijk, met scheikunde kan ik heel makkelijk maken, een stel je appelmoes, Stefan. Ja, bla bla bla, je lult weer te veel. Volgende vraag. Nee, we gaan volgende video verder, want we zijn al 17 minuten bezig. Nee, laatste vraag, Rick, laatste. Oké. Met welk bekend persoon halen ze jou vaak door de war? Jochem Meijer hoor ik heel vaak, ik snap het ook niet. En oude mensen, dit is echt door 5 oude mensen gezegd, zeggen dat ik op Epke Zonderland lijk. Wat? Ik? Ik kom die big guns hier. Ah, oh, Epke Zonderland. That's me. Oké dan. Nou, ga volgende aflevering verder met de vraag. Abonneer ik op Stefans kanaal, want hij zit in een zware... Wat? Ik kom er net achter dat de hele aflevering al eentje in mijn hoed in bed zit. Abonneer ik op Stefan, want hij was echt helemaal van... Ah, oh, Rick, mijn abonnees. Rick, je bent zo faggot, hè? Nee, juist. Hey, ik vind het gewoon leuk om toffe YouTubers te helpen. En Stefan is gewoon echt al zo'n beetje vanaf het begin van mijn YouTube kanaal is Stefan al bevriend met mij. En ondanks dat we elkaar niet heel veel spreken. Nee, abonnees had, hè? We spreken elkaar de laatste. Ik spreek bijna geen enkel van mijn YouTube vrienden als Kees. Dan spreek ik gewoon heel weinig meer. Ten eerste omdat ik weinig tijd heb. En ten tweede zijn helemaal geen leuke mensen. Jawel hoor. Kees en Stefan zijn hele leuke mensen. Alleen ik heb gewoon echt geen tijd en als ik dan tijd heb, dan kijk ik of kansloze YouTube video's van meisjes die moordenaars worden of ik neem op, zoals nu. Oh, ik kan best wel springen trouwens. Wil je dat zien? Goed. Oh, kut. Oh nee, ik ga niet naar Bowser toe, ik wil niet naar de laatste... Nee, ik wil niet naar de laatste Bowser toe, vuile hoer! Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Ja, wait, oké. Okay. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Volgende aflevering gaan we verder. Tot de volgende aflevering. Doei! Doei. Vergeet niet te liken. 5000 likes, abonneren we nog een zoontje en noemen we hem Henry de Afrikaantje de Tweede. Of zoiets. Tot de volgende aflevering. Doei!